Hij doet het niet meer. Die man doet het niet meer. Kom op, jongens. Draaien, wachten, rustig aan. Dit is Redders op Zee. Oh, prio 1. Dierenproblemen. Het alarmsignaal klinkt. En dan is er geen tijd te verliezen. De streeftijd is om binnen 10 minuten na de melding uit te varen. Dat veroorzaakt meteen een stoot adrenaline. Ik kan het niet vertellen, maar dat, als de piepen gaat, ja, ik ben zo, dan gaat er wat door me heen. Kijk, je weet gewoon met dit werk dat als de piepen gaat, dat iets of iemand je nodig heeft. Jij daarin dan verschil kan maken, dan natuurlijk sta je daarvoor op. De vrijwilligers die beschikbaar zijn, laten alles uit hun handen vallen. Opstapper Bas is vanuit zijn werk meteen op de fiets gesprongen. We kunnen via een app op onze telefoon kan ik zien wie er op dat moment beschikbaar is. En ook wie er op opkomen heeft gedrukt. Dus dat inhoudt wie er daadwerkelijk naar de boot komt. Hij spreekt met Tom, Schipper KNRM, station Muiden. Ja, jullie bij ons zojuist gepiept. Van de kustwacht krijgt schipper Tom te horen dat een man en zijn hond van de pier in het water zijn gevallen. Ja, oké, dat is duidelijk. Eén persoon en een dier. Terwijl de reddingboot wordt opgestart, is het wachten tot alle bemanningsleden aan boord zijn. 6 is het minimale aantal om in actie te komen. Op het moment dat de boot draait, dan zie je al dat de jongens toch nog van her en der aankomen. Het was een koude novemberdag met minimale watertemperaturen. Ja, je weet gewoon in die omstandigheden dat je toch snel moet acteren. Moet ik even bellen hoor. Ja? Want ik heb allemaal klanten. Bel Arne even op, als het even niet gaat. Ja? Ja, er is even wat aan de hand nu. Hoi. Ja, dat moet los. En op het moment dat we dan weten dat de noodzaak wat hoger is, dan gaan we gewoon met 6 gaan we los. Naar de pier is maar een klein stukje varen. Alles wordt klaargezet om zo meteen direct hulp te verlenen. Gaan we los! Gaan we los! Schipper Tom krijgt steeds meer informatie over de situatie ter plekke. Het gaat om een meneer die is achter zijn hond aangegaan. En op het moment is er een surfer bij. Hij zit ongeveer ter hoogte van Aloha. Oké, en over het dek. Dadelijk een man gereed maken met de zwemman. Je weet niet zo goed wat er op dat moment gebeurt als dat je aankomt. Er is iemand van de pier afgesprongen. Is hij op een blok gesprongen? Heeft hij zich daar dus bezeerd? Ja, hoe lang ligt hij al in het water? Dat is voor ons ook altijd toch een beetje gissen. Opstapper Bas heeft de drenkeling al snel in beeld. Jongens, luister. Donnie gaat overboord. Ik kreeg de call dat ik moest zwemmen. Dus ik doe het lijn om. En klaarmaken dat ik een call kreeg om te springen. Oké, hoe zijn we met de lijn op dek? Wat de dom heeft de lijn? Ik zie het lijn. Schat op mannetje. Hondje komt later. Hondje komt later. Ja. We zagen 3 mensen in het water. En het hondje dat zat rustig op een surfplank. En uiteindelijk bleek dat 2 surfers waren die de man te hulp hadden geschoten. Ja, het enige wat je dan weet is dat hij zo snel mogelijk het water uit moet. Ja, jongens, gaan. Ja, gaan. 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 Het weer was best koud. Nou, zwemmen, zwemmen. Hoe doet hij het met de stroom, Enno? Even monitoren. Ja, daar kwam ik aan. Toen lag hij al een klein beetje op de surfplank. En je zag al natuurlijk dat die meneer al echt onderkoeld was. Dus ik heb tegen die surfer gezegd, we schuiven hem op de surfplank. Maar hij is zo. Ik zat er zeg maar een beetje zo bovenop hem. Ik had hier het touw en ik had hem hier aan die surfplank vast. Kom op! Komt de lijn strak. He, en dan trekt hij mij zeg maar in principe naar de boot toe. Klep naar beneden. Gaat hij goed om, Hart? Nee! Ik had hem op de surfplank en dan ben ik met de man aan het praten en een keer zie je zijn hoofd wegvallen en... Ja, meneer, dat is niet zo heel lekker, dat is begrepen. Dus ja, dat is mijn teken van dat het even
sneller moet. De man gaat hard achteruit. Voor Donnie reden om alles op alles te zetten. Rustig, we zijn er bijna. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Rustig aan, meneer. Goed onderzoek. We zijn er bijna. Ik naar achteren, hier is een meisje. Oh, ja. Oké, ik heb deze. Boten. Op de klep gelegd. Ik ben er vanaf gezwommen met die surfplank. Ik ging naar het hondje toe. Ja, toen hoorde ik al dat het niet zo lekker ging met die man. Hij doet het niet meer. Die man doet het niet meer. Kom op, jongens. Draaien, wachten, rustig aan. Draaien. Meneer, doet u het? Meneer, rustig aan. Hoe heet u? Ja. Heeft u pijn? ID pakken. Op het moment dat hij bij ons dan aan dek komt, dan ligt de onderkoelingsbrancard eigenlijk klaar. 1, 2, 3. In de onderkoelingsbrancard wordt de persoon dan gelegd, wordt hij eigenlijk helemaal ingepakt. En dan zorgen wij zo snel mogelijk dat we richting de stijger gaan. En dan ben je naar de stijger van hier. Waar zit die andere man met die hond? Op het moment dat je te horen krijgt dat het niet goed gaat met die man, dan ga je een afweging maken. Voor mij was die afweging nu een van onze zwemmers achterlaten met de surfers en de hond. Wetende dat er gewoon vlakbij een ander schip bij ons was. Het schip van de havendienst is ook op de melding afgekomen. En dat komt goed uit. Ja, gaan we naar de poort toe. Ja, ja, daar ga ik heen. Oké, dan gaan we naar de stijger, hè? Papa! Elke minuut te tellen. Maar we worden natuurlijk onderkoeld. En hoe langer je die in de buiten wilt, blijft je alleen maar koud natuurlijk. Kom, we gaan naar hem toe. Heb je een hartslag? Hij was er echt heel slecht aan toe. We hadden geen twee minuten later hoeven komen. Moet je zitten, moet je liggen? Hij krijgt geen lucht. Hij krijgt geen lucht. Lekker zitten. Blijf buiten, jongens, ambulance is hier. Ja, kan niet gespaard voor de bos. Ambulance staat hier op de bron. Donnie, de surfers en de hond gaan intussen aan boord op het schip van de havendienst. Ja, ik ben al. Helm het op, jongens. Een jongen kwam aangelopen en die zei dat die man daar was ingevallen. En dat we misschien konden helpen met de planken. Maar weet je wat de mensen denken? Zo springt het water, we liggen allemaal op de hoortblokken. Ga maar eens kijken als laag water is. Dan springt je helemaal verpletter. Ja. De drenkeling wordt overgedragen aan het ambulancepersoneel. Ja. De te water geraakte man gaat met spoed naar het ziekenhuis. Zijn lichaamstemperatuur is nog maar 30 graden. Om 11 uur 's avonds kwam de onfortuinlijke man pas bij kennis. De artsen waren bang dat hij hersenletsel had opgelopen. Gelukkig bleek die vrees ongegrond en kon het baasje met zijn hond herenigd worden. Daar doe je het natuurlijk voor. Daarom ben je ook vrijwilliger natuurlijk. Je maakt niet uit, al ga je 10 mijl, 40 mijl uit. Maakt me niet uit. Als je maar mensen kan redden en dieren. Jongens, bedankt. Helemaal in deze temperaturen is het heel belangrijk. Elke minuut telt. We hadden hier geen twee minuten later moeten komen. Dan had het heel anders afgelopen. Ja. Een paar dagen later kwam de man met taart naar het reddingsstation om de vrijwilligers te bedanken dat ze zijn leven en dat van zijn hond hebben gered. Tuurlijk is het prachtig als je natuurlijk met zo'n meneer naar je toe komt en van bedankt en je hebt goed gehandeld. Ja, daar doe je het ook voor natuurlijk.